Ja, yo, what up gasten en welkom terug op Banjo Movies. Hier ben ik weer terug van weg geweest. Mijn account was namelijk verwijderd van YouTube. Ik kon 3 weken niet inloggen, maar nu weer wel. Alleen de reden dat ik verwijderd was van YouTube was een beetje onduidelijk. Het is bijna net zo onduidelijk als de aankomende sketch. Jezus, wat vervel ik mij. Was er maar iemand om met mij te praten? Hey kerel, what's up? Mijn penis. Moet jij er een appel bij? Nou ja, lekker. Ik stuur hem via de e-mail, later. YouTube zelfs zei dat het foutje was in het systeem dat ze mij hebben verwijderd. Het ging dus per ongeluk. Het klein foutje kan gebeuren. Alleen, soms wil je zelf ook verwijderen. Dit is de aanleiding voor de volgende sketch. Ja, ik moet hierop oefenen. Hey kerel, ik ben er weer. Hey man. Wat doe jij man? Dit is niet wat je denkt. Nee, dit is niet wat je denkt. Ga maar weg hoor, ja. Ik ben gewoon mijn schoen aan het poetsen. Lul, ik zoek wel een andere huisgenoot. En welkom terug in deze huiskamer, dames en heren. En nu ik mijn kanaal eindelijk weer terug heb, ga ik natuurlijk volop video's maken. Puur omdat ik het weer kan. Dat je weer video's kan maken is allemaal goed en bla bla. Maar of ze leuk zijn is weer het tweede. Jo, bedankt, lul. Maar na 3 weken ben ik weer terug en foutjes kunnen gebeuren. En niet alleen bij YouTube, nee, ook bij mijn ouders. Anders was ik nooit geboren. Maar toen kwam op een gegeven moment het nieuws dat Banjo Movies verwijderd was. En de steun die ik krijg was ongelooflijk. Q Music heeft erover getwitterd. 3FM heeft er ook over getwitterd. Iedereen was aan twitteren met hashtag We Want Banjo Back. En het was ongeveer 12 keer gedurende 3 dagen trending topic van Nederland. Daarnaast hebben ook grote Twitter-accounts zoals Topmoppen getwitterd over We Want Banjo Back. Er is zelfs een heuse website gemaakt. In totaal keken zo'n 400.000 mensen mee via mijn tweede kanaal naar de soap rondom Banjo Movies. Of het terugkwam of niet, uiteindelijk is het teruggekomen en zeg zelf, ook al was het niet teruggekomen, mensen denken toch altijd aan je. Ook al is het maar iets kleins. Hey kerel, ik bel even over Bardo. Ja, over zijn laatste video. Nee, niet over zijn laatste video. Het gaat namelijk over de schuld. En heeft bij jou ook nog schuld? Ja, ik moet nog geld van hem krijgen. Weet je wat, ik ga er wel even heen. Is cool man. Ik ga wel mee. En nu ben ik eigenlijk klaar met de video, maar er is 1 outtake die ik jullie toch even wil laten zien in zo'n update video als deze. Namelijk Zelda in het echte leven. Daarna besloot ik Anouk in te zetten als Zelda. En toen gebeurde het volgende. Wat is er? Heb je het echt zo koud? Ik geloof dat het koud is. Serieus? Wat dan? Kom even tegen me. Oh crap. Oh kut. Ik heb nu geen idee wat ik moet doen, weet je wel? Ja, je praat natuurlijk niet terug. Je bent flauw gevallen. In ieder geval bedankt voor alle steun die ik heb gekeken over de afgelopen dagen. Het was een gekhuis, een echt gekhuis. Wil jij me ook volgen op een van de sociale dingen? Check de beschrijving, daar staan alle linkjes in. Als laatste wil ik vragen of jullie nog maar 1 keer willen steunen. Door mijn video's 1 keer te delen. Zodat Banjo Movies weer loopt zoals het hoort te lopen. Terug in de zoeklijst is en de video's weer goed bekeken worden. En alsof dat niet genoeg was, ga ik bij 5000 groene duimpjes op deze video direct een nieuwe video uploaden op de dag erna. En het zou heel tof zijn als jullie laten merken YouTube dat jullie heel blij zijn door deze video. Ook toe te voegen aan je favorieten. Nou, in ieder geval abonneer op mijn kanaal hierboven. Zometeen zie je allemaal video's in beeld. Klik ook lekker door. Zou heel tof zijn, want daardoor gaat Banjo Movies nog beter lopen. En gasten, ik check jullie later.